We zitten hier met Wouter de Heij te praten over innovatie. En, wat zijn nou jouw wensen voor de nabije toekomst, Wouter? Ja, dat is een simpele vraag waar ik een simpel antwoord op kan geven. Dat is namelijk dat we met z'n allen ons realiseren dat ondernemerschap, high-tech ondernemerschap, de connectie tussen ondernemers, dat die, met name tussen MKB-ondernemingen in een netwerk, dat de drijvende kracht is van onze omgeving en van onze samenleving en alles wat daarmee te maken heeft. Dus focus, stip op nummer 1, op ondernemerschap, het starten van nieuwe ondernemingen, het laten doorgroeien van bestaande ondernemingen, het ondersteunen van deze ondernemingen door overheden, de kennisinfrastructuur, opleidingen. Met allemaal als doel dat we hier gewoon een fantastisch gave omgeving blijven houden en dat het bij voorkeur nog mooier wordt. Ik denk dat dat gewoon stip op nummer 1 mijn wens zou zijn. Zet ondernemerschap op nummer 1. En dat wil ook zeggen dat zaken als bijvoorbeeld ondernemer van het jaarverkiezing, de ICT Awards, dat zijn allemaal zeg maar stimulerende factoren om ondernemers zeg maar naar een grotere hoogte en een betere exposure te krijgen, of niet? Ja, helemaal mee eens. Kijk, de meeste ondernemers die ik ken, die zijn dag en nacht met hun bedrijf bezig, met hun mensen bezig, met hun klanten bezig, met hun producten bezig. En daar wordt verschrikkelijk hard gewerkt. En de impact die dat heeft van dat harde werken, die is groot. En dus moeten we inderdaad ondernemers, of ze nou jong zijn, ouder zijn, of ze regionaal zitten of niet, zoveel mogelijk op een voetstuk zetten en in het zonnetje zetten en plaatsen. Ja. En daarmee geven we ook het goede voorbeeld aan de jeugd wat dat betreft. Dus helemaal mee eens. En de media, die kan eraan meehelpen. Natuurlijk, daar zouden media mee moeten helpen. Jullie doen hier wat dat betreft het ook fantastisch goed. Hebben jullie niet meer dan 200 ondernemers en bijzondere gasten hier gehad in de laatste... Ja, we zitten er bijna. Jij bent nummer 195. Okay. Begint ergens op te lijken. Ja. De bedoeling is ook wel om zoveel mogelijk ondernemers bij ons te houden, zodat we zeg maar voor de streek steeds krachtiger kunnen worden. Zodat we ook overal op de televisie komen en dat we daar ook uiteindelijk kunnen adverteren. Ik geloof dat, dat ondernemers de ambassadeur van hun regio zouden kunnen en ook moeten zijn. Mm-hmm. Met alle positiviteit die erbij hoort. En dat betekent dat ook alles wat met de lokale media te maken heeft. Radio, televisie, kranten. Die zijn daar absoluut een onderdeel van. En dat is een wisselwerking die als het goed is twee kanten op gaat. En de tijdschriften. Ja, inderdaad. Eens. We gaan luisteren naar de volgende. Hier komt Maaike Oboter met Dat ik je mis.